De man die Donnie Roch heeft doodgereden krijgt 9 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 6 jaar. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Ook mag de 21-jarige Bulgaar 4 jaar geen auto rijden. De rechter noemt het niet te begrijpen dat verdachte Milan Ey doorreed naar het ongeluk. De straf is een stuk hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. De ouders van Donnie zijn blij met de uitspraak. We hebben er afgelopen jaar hard voor gestreden om deze man achter de tralies te krijgen. En met kerst zit hij lekker vast, zegt zijn moeder. Milan Ey is geschrokken van de uitspraak. Hij zit ondergedoken. Familieleden van Donnie vlogen hem vorige week in de rechtszaal aan, omdat ze de eis van justitie toen te laag vonden. Het beroemde Indonesische restaurant Sarina in Den Haag is failliet. Het restaurant aan het Gouden Regenplein was een instituut in Den Haag. Het bestond al sinds 1973. De oprichters hopen een doorstart te kunnen maken onder leiding van een nieuwe generatie. Het massale waterballonnengevecht op het Scheveningse strand vrijdag is rustig verlopen. Aanvankelijk wilde de organisator 100.000 ballonnen verspreiden. Gevreesd werd daarom dat het evenement uit de hand zou lopen. Maar er was geen sprake van een Project X-effect.